Ja, welkom bij een nieuwe aflevering. Dank voor je aandacht. Mijn naam is Joost van Overeinders. Ik ben medeoprichter van het online meditatieplatform 30 Now. We bieden dagelijks live meditatie aan en uh, wekelijks is er op zondag een lezing. Verder bestaat het aanbod uit live cursussen, verdiepingsreeks en boekpresentaties. Uh, er is een team van boeddhistische leraren uit de verschillende tradities en zeer ervaren mindfulness trainers. Voor deze aflevering is mijn uh, gast B. Hagenbeek. Welkom. Dankjewel. Be uh, we zitten in uh, de buurt van, uh, van Nijmegen. Ja, B is uh, meditatiebegeleider. Uh, je bent ook een tijdje uh, te volgen geweest op Wurtina. Uh, op Daarnaast heb je heel veel geoefend in de Verenigde Staten. Um, en ja, wat ik heel interessant vind, is uh, aan jou, is uh, dat je misschien een net iets ander geluid laat horen of laat zien in uh, Dharma Nederland, om het maar even zo te noemen. Uh, je hebt ook een, een Punk uh, verleden. Um, en daar wil ik eigenlijk als eerste over hebben, voordat je kennis maakte met meditatie. Um, yeah, hoe zag je leven eruit? Ik dacht even dat je mag vragen hoe zag je eruit? Want dat was <laughs> nogal bond. Ja? <laughs> ja. Ik heb um, uh, 25 jaar in de punkrock scene uh, rondgelopen als muzikant. En ook uh, de laatste jaren als uh, uh, roadie van een band. En ik heb eerst zelf muziek gemaakt, uh, basgitaar gespeeld. En uh, we traden wel veel op in, uh, in Nederland en uh, Europa. En uh, daarna ben ik uh, als WODI dus betrokken geweest bij een uh, iets, nog iets succesvollere band. En toen hebben we veel getourt, ook in Europa en in, uh, vooral ook in Duitsland. En ja, dat was een hele dynamische periode, zeg ik wel eens. Uh, ja, soms heb ik wel eens het gevoel dat ik drie levens in één heb geleefd. Um, omdat, uh, ja, ik denk dat je het zo kan zeggen. Ik kwam daar op mijn 21ste mee in aanraking. Ik was daarvoor eigenlijk een heel rustige puber, heel rustig jong volwassene uh, die van leren hield en uh, ja, dus ik deed niet zo heel veel rare dingen. Maar op een gegeven moment moet dat er blijkbaar toch uit en toen maakte ik kennis maak, maakte ik kennis met de, met de punkrock via de televisie en uh, kwam ik langzamerhand steeds meer in aanraking met mensen die in een band spelen en ik ben ook in die band gaan spelen en. Werd heel erg beïnvloed door de Engelse punkrockband de Sex Pistols. En um, ja, van daaruit is dat balletje gaan, uh, gaan rollen. Maar zoals ik al zei, het was een nogal wilde periode. Uh, in die periode uh, kwam ook de dance-muziek uh, op de jaren negentig. Nou, hield ik daar zelf niet zo heel erg veel van. Maar uh, ik werkte hier uh, in, een, in een muziekcentrum door een roosje. Oh ja. En uh, ja, dus ja, ik had toegang tot heel veel evenementen. En. Uh, ja weet je iedereen die daar kwam die het was gewoon ruig ja. en uh, toen ik even kijken rond mijn veertigste <laughs> dus dat is nog best wel een tijdje ben ik doorgegaan toen ben ik daar op een gegeven moment uh, ja mee gestopt want ik ben zelfstandiger geworden en op een gegeven moment bleek dat niet echt meer te combineren ja. uh, toen uh, uh, was ik ook al een tijd gestopt met alcohol drinken uh, ik ben dat eigenlijk gaan doen omdat ik uh, met mediteren bezig ging en ik niet van pas om alcohol te drinken terwijl ik zo in, in de opbouw van de meditatie uh, zat. En ook omdat ik merkte dat een uh, muzikantenleven toch wel doordrenkt is van, van alcohol en andere dingen. En ik had daar zelf eigenlijk genoeg van. Yeah. En ik, uh, ik was geen verslaafde persoon, in tegendeel. Maar ik merkte wel dat het was gewoon heel erg verweven met mijn uh, leven. En ik vind het gewoon heel erg vervelend eigenlijk om afhankelijk tussen aanhoudings te zijn van, van dingen. Hmm. En als je dan, uh, ja, ik kan maar zoiets bij, ja, ik, 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 ik ben zelf wat minder vertrouwd met de punken scene, ik heb er wel een beeld bij. Je zei net van, nou, ik, uh, ik dacht dat je me zou vragen, hoe uh, zag je eruit? Hoe zag je eruit, B? B? Met een hele grote hanen komen, of, uh? Uh, ja, 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 ik heb uh, vanaf, me, vanaf uh, 1994 tot... Uh, nou, eigenlijk tot aan nu heb ik uh, nooit mijn echte haarkleur gezien. Al moet ik wel zeggen dat mijn coronakapsel van een paar weken geleden <laughs> een enorme uitgroei had. Yeah. Um, maar ik uh, heb um, ja, alle kleuren van de regenboog gehad. Uh, in stekelvorm, maar ook in hanekam. Uh, ook in drie, drie kleuren tegelijk. Dus dat was... Uh, mm. Ja, en ik, ik verf mijn haar eigenlijk nog steeds... Erg. Eigenlijk moet ik zeggen, ontkleurend. Het. het is al yeah. heel lang nu een egale blonde kleur. Mooi. Hey, en uh, ik denk dat heel veel verschillende, ja, laat, laat ik het dan noemen, een, een subcultuur, uh, die hebben zo hun eigen ja, normen, waarden, naast de manier van kleden misschien en de muziekstijl waar ze van houden. Hoe, hoe zou je die van de punk omschrijven als het gaat om gedachten en een soort ideologie? Ja. Waar gaat punk over? Ja. Nou, ik denk dat het punt voor iedereen over iets anders gaat, uh, maar voor mij ging het over, uh, wat mij heel erg aansprak, was de do-it-yourself uh, mentaliteit, dus dat je eigenlijk um, de gedachte of de aanname hebt dat je dingen gewoon zelf kunt doen, er is al heel veel geregeld in maatschappij of wat dan ook, maar je kunt... Uh, dat is ooit ontstaan uh, ook door het spelen van muziek. Mensen begonnen muziek te maken die twee of drie akkoorden kenden. en maakten daar nummers mee. En dat klonk allemaal heel ruig en, en wild. Maar uiteindelijk is daar ook een hele muziekstroming natuurlijk uit voortgekomen. Maar dat kun je ook op alle facetten van het leven betrekken. Dat je. En dat, dat sprak mij heel erg aan, omdat ik op een of andere manier. mijzelf. Uh, Denk toch gewoon, heb aangeleerd in het leven dat ik alles zelf wil doen, uh, wat niet altijd hoeft en wat ook wel lastig is, ja. soms, want uh, je moet ook gewoon om hulp kunnen vragen als dat nodig is. Dus dat vind ik wat lastiger. Dat leer ik wel. En, uh, maar ja, dat is eigenlijk de, en en de vrijheid toch wel die ik voelde in het toeren. en waarin we met een heleboel mensen van verschillende subculturen toch een ontzettend leuke avond konden hebben. Ja. En dat die mensen allemaal bij elkaar in een ruimte pasten. En natuurlijk werd er wel eens hè, gebeurde er wel eens wat. Maar ik denk dat het ook te maken had met gebruik van mensen. Want dat is natuurlijk nooit echt handig. Maar uh, ja, het was gewoon wel een, ook een groot feest. Ja. Verbroedering. Of. Uh, ja. 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 En ik denk ook wel, tenminste, dat is het, het beeld wat ik dan ook wel heb, vanuit de punk. Uh, is dat ze ook wel een mening hebben, zeg maar, over de maatschappij. Om ja. even zo in het heel algemeen te zeggen. Ik uh, zie je knikken, wat, wat, uh, wat is die mening? Of, nou, nou ja, ja, ja de, mening, zienswijze. Ja, ja, nou ja, ik denk, er is natuurlijk niet zomaar één zienswijze. En, ah. uh, maar de, er is wel een zienswijze dat je niet... Hoeft aan te nemen wat er is. En dat is natuurlijk een perfecte uh, bruggetje naar uh, het boeddhistisch gedachtegoed. Ja, en dus alles mag aan de tand gevoeld worden. En uh, het ligt een beetje aan, aan degene in hoeverre je daar heel radicaal mee omgaat of niet. Ik behoorde niet echt tot uh, hele radicale mensen in die zin met acties en zo. Ik, ik ben gewoon. Of ja, ik ben wat, uh, wat rustiger gewoon van aard als persoon. Dus uh, voor mij ging het vooral om, uh, om dialoog en, en uh, teksten schrijven en, en uh, ja, muziceren, uh, muziek ja. maken. Ja. En uh, dat voel ik eigenlijk nog steeds. Uh, maar ja, ik denk dat alle vormen van, uh, van actie, laten we het zo maar noemen, dat die, dat die erbij horen en nu nog steeds. Ja. Nou, dat bruggetje gaan we dat nu even maken. <laughs> ja, dankjewel voor het voorzetje. Uh, op een gegeven moment, hè, dan, ja, dan zit je dan in die punkwereld. Uh, dan krijg je toch interesse in meditatie. Krijg je ook interesse in het boeddhisme? Of kwam dat later? Of kwam dat juist eerst? Um, ik kreeg eigenlijk eerst uh, interesse in het boeddhisme doordat ik een uh, opleiding deed uh, tot uh, counselor in uh, existentieel welzijn aan de KU Leuven in België en toen um, daar zag ik um, wat quotes uh, uit het boeddhisme ja. en dat, dat, dat sprak me op dat moment heel erg aan omdat ik dacht van dit is iets wat, wat gewoon al in mij zit, maar nu krijg ik er woorden voor, zei ik toen tegen mezelf. En Um, toen ben ik me daar meer in, in gaan verdiepen, maar ik ben ook wel uh, gaan mediteren. Althans, ja, meer eigenlijk was dat de mindfulness vorm in eerste instantie, omdat ik op dat moment herstellende was van, um, ja, nogal heftige gebeurtenissen in mijn leven. En toen zei die therapeut waar ik toen mee praatte dat het misschien wel goed zou zijn als ik eens mindfulness ging doen, oh ja. <laughs> tussen aanleidingstekens. En daar voelde ik toen heel veel uh, weerstand tegen, omdat ik. Uh, ik dacht, uh, ja, dat is nu een hype of zo. En, mm. uh, dus oké, okay, dan moet ik dat uh, ook gaan doen. En daar heb ik geen zin in. En ik zag er ook tegenop, dat was het eigenlijk om met mijn... Ik dacht toen dat het moest, met mijn ogen dicht ergens te gaan zitten. Omdat ik heel snel in uh, ja, vervelende herinneringen... Ja, dat was niet veilig voor je. Ja, dat ja. was niet veilig, nee. Ja. Maar ik ben het toch gaan doen. Oké. Okay. Ja, met een minuut per keer heb ik dat opgebouwd, ja yeah. En uh, dan zat ik daar uh, op mijn bank uh, thuis met mijn ogen dicht. En... en ja, ik stopte gewoon als het niet meer veilig werd en uh, gewoon steeds opnieuw proberen. En hoe was dat voor je? Zo, om dat zo heel lang op te bouwen, het klinkt als best wel dat, nou, dat, dat er dan veel speelt mm -hmm. van binnenuit. Mm -hmm. um, ja, zou je ons eens mee kunnen nemen? Wat gebeurde er dan in je geest? Um, op zo'n moment dat ik ging zitten? Ja. Yeah. Yeah. Um, even kijken. Ja, dan... Er speelde zich niet echt een film af of zo, maar ik, het leek alsof, uh, voor mijn gesloten ogen, alsof de gedachten over elkaar heen buitelden. En ik probeerde grip te krijgen. Ik probeerde ook grip te krijgen op mijn leven op dat moment. Omdat ik, ja, want ik zei, ik, ik was gewoon in herstel van dingen. En um, ik dacht dat als ik. De controle los zou laten, want het had bij mij te maken met de controle loslaten, dat ik weer um, in die gebeurtenissen zou komen. He, dus het is dus eigenlijk trauma. Ja. En, um, uh, en daar had, wat ik zei, daar had ik wel gesprekken over en behandeling voor, maar toch wat, moest ik mezelf dat aanleren, dat ik gewoon ook de, de controle los mocht laten. Ja. Maar ik dacht van ja, straks was mijn hoofd overgenomen. Of uh, ja, dat zijn natuurlijk inderdaad, ik zei ik dacht, dat zijn gedachten. Maar van die, ik, ik moet wel zeggen dat ik voor die tijd um, in mijn herstel, uh, voordat ik mijn herstel begon, heb ik heel veel last gehad van hyperventilatie. En dat was echt heel, heel heftig, had ik dagelijks last van. Ik, ik werkte nog wel, maar dat, ja, dat kostte heel veel moeite. En ik heb, ben eigenlijk zelf begonnen met mediteren, want ik moest wel met mijn ademhaling gaan werken wilde ik uh, grip krijgen op die <laughs> hyperventilatie. Ja. Dus dat was eigenlijk... heb ik me later ook pas beseft... dat ik dus daar al mee bezig was. Maar ik werd er ja, wel in die zin rustiger van. Ja. En ik merkte ook dat er gewoon geen, geen rare dingen gebeurden. Althans niet raarder dan ik al uh, had meegemaakt. Dus ja... In de punctie? <laughs> nee, <laughs> nee, maar ik begrijp ja, wel... Ja. Nou ja, niet, niet, ik bedoel niet dat waar ik over spreek... heeft niks te maken met de punctie. Nee. maar wel uh, Of ja, ergens ook weer wel, maar... Ja. Hmm, Oké. Okay. Ja. En, dan, en dan, nou, het, het, dat klinkt alsof het niet eenvoudig voor je was, hè? Om, om ook wel wat langer stil te zitten. En dat mm -hmm. het best uitdagend uh, voor je was. Waar kwam dat vertrouwen dan uit voor? Dat je dan, dan toch steeds ietsje langer stil kon zitten, uh, zelfs de ogen kon sluiten? Ik denk omdat ik gewoon uh, toch op de DIY-manier deed. Dat ik ook wel, ik heb wel een ontzettend sterke um, iets in mij wat zegt... Als iemand zegt je kan het niet, dat ik het dan toch ga doen. Eh, ik doe bepaalde dingen niet, hoor. Ik zal echt niet zomaar gaan bungee jumpen of wat dan ook. Maar het grappige is, ja. grappig is dat, dat ik in deze en natuurlijk wel vaker dat ik degene was die dat tegen mezelf zei, eh, of dat mijn geest dat tegen mezelf zei van ja je kan dit niet. Ja. En dan komt er toch een soort van oerkracht in mij naar boven die dan zegt ja nou ik ga het wel proberen en dan zien we het wel. Ja. En uh, het is gewoon met kiezen op elkaar in het begin gewoon volhouden. En dat is ook wat ik later wel, wel eens zei tegen mensen toen ik de meditatiegroep hier in Nijmegen leidde. Dat ik zei: van het maakt niet uit hoe je begint. Iedere minuut of seconde die je oefent, is gewoon goed besteed. En zo bouw je la langzamerhand een, een soort van uh, meditatieconditie op. Ja. Ja, en ik denk dat het ook heel veel vertrouwen geeft als je merkt: van, hé, hey, mijn kop gaat er niet af. Ik kan echt ja. nog wel. Even iets langer blijven zitten en hoe woelig het ook is. Uh, ik kom hier ook wel weer uit en ik kan er naar kijken. En ik zit er soms helemaal in. En het is uh, misschien heel rot of zwaar en pittig. Um, maar een soort van vertrouwen ook uh, op basis van je eigen ervaring dan. Ja, zeker. Zeker. Dat is denk ik ook wel wat mij uh, mijn leven kenmerkt. Uh, dat ik. Um, uh, in alles wat ik doe, professioneel gezien... en uh, daar laat ik ook maar even de meditatiebegeleiding ondervallen... voor het gemak, uh, dat ik daarin mezelf meeneem. En, en soms is dat uh, lastig, want dat is wel een weg zoeken... in, in hoeverre je dat uh, kunt scheiden van elkaar, zo met zeg privé en professioneel. Um, maar goed, ik heb daar inmiddels heel veel ervaring in... ook door mijn opleidingen en mijn werk en, en dat soort dingen. Dus het, ik denk, ik ben nu op een punt... Uh, ja, er spelen gewoon een hele hoop dingen in mijn leven dat ik denk van uh, het, het, het mag er gewoon allemaal zijn, ongecensureerd, maar ja, dat is gewoon wel lastig om, om, om dat te doen. Ja. ja. Hey, en uh, dan maak je zo kennis met de Mindfulness training, dan ga je, dan ga je verder, dan ga je ook thuis uh, dat je het, ja, met jezelf en ook op jezelf um, gaat mediteren. Hoe is dat verder gegaan? Uiteindelijk ben je ook volgens mij retretes gaan doen. Je hebt volgens mij ook een plek gevonden, ook in de Verenigde Staten. Zou ja. je ons een beetje mee kunnen nemen op jouw meditatiereis? Ja. Waar en ja. bij wie? Nou, ik heb um, heel lang thuis in mijn eentje gezeten in Nijmegen, want ik vond daar uh, geen groep die mij op dat moment aansprak. Dat ligt gewoon aan mij, hoor, omdat ik misschien vond ik het ook gewoon spannend. In de eerste instantie heb ik een, een wat kortere retraite gedaan bij Irene Bakker op de Schellingen. Dat was een combi van, uh, van stilte en oefeningen en ook gewoon praten. Dus dat vond ik heel fijn. Uh, ik heb nog een tijd lang met haar ook al dagen gezeten en op contact gehouden. En we hebben nog steeds wel af en toe contact. En dat vond ik heel prettig, want ik had haar uh, documentaire gezien op de politieke omroep toen, waarin zij ook uh, uh, ja, liet zien dat zij leraar werd. Uh, ja. Dus dat maakte wel indruk. Ook denk ik omdat het een vrouw was. En uh, uh, Daarna, um, of eigenlijk in die tijd ook, kwam ik het boek van, uh, van Noël Levine tegen in Amerika. En toen ging ik hem eens googlen, want ik ging letterlijk eigenlijk googlen op punk en boeddhisme. Want ik dacht, ja, hmm, uh, ik zit, of ik kom natuurlijk wel uit de punk zien. En dat is allemaal best wel uh, outgoing en luid en, en dat soort dingen. Maar kan ik dan wel <laughs> boeddhistisch zijn? Ja, er zit een kussen. Ja, kan yeah. dat überhaupt? Yeah. Of moet ik dan iets aan mezelf veranderen? Of, uh, nou ja. En uh, toen zag ik dus dat hij drie weken daarvoor in Nijmegen was geweest op een uh, retraite. of in ieder geval op een uh, meditatiedag. Dus dat vond ik heel erg jammer. Maar toen ben ik zijn boek gaan lezen. En dat inspireerde mij gewoon heel erg. omdat hij ook uit de punk zien komt. en geworsteld heeft met sommige dingen waar ik ook mee worstelde. als je in zo'n zien zit. Hij is zwaar verslaafd geweest en heeft gevangen gezeten. Dat heb ik gelukkig allemaal niet gehad. Maar, um... Ja, en toen via hem kwam ik uh, hier in Nederland een groep tegen in Rotterdam, geleid door Frank uit de Daar heb ik uh, contact mee opgenomen. Tegen de stroom in? Tegen de stroom in. Ja. En die werd dus geleid door Frank. En wij kregen goed contact. En uh, toen ja, zijn we regelmatig gaan skypen. En hebben, zijn we gaan praten ook over de beoefening. Want ik merkte wel dat ik, ik kwam een beetje om in de veelheid aan wat er is binnen het boeddhisme. En ik kon ook niet echt. Uh, een, een onderscheid maken tussen de verschillende stromingen en zo. Ik snapte dat destijds niet. Dus daarom ben ik uh, goed wegwijs gemaakt uh, door Frank. En ik ben toen, ja, eigenlijk bij de inzichtsmeditatie uh, uitgekomen. Ja. En als ik je goed uh, beluister, en ik, ja, ik denk dat ik daar zelf ook wel iets uh, bij kan voorstellen. Maar was het voor jou ook gewoon heel fijn om zo'n boek van Noah Levine te lezen en, en daar misschien ook een soort. Herkenning in te ervaren van: Oh, je kan dus ook als bunker ja. kan je zitten op een kussen. Uh, ik weet dat zijn zanger, uh, die, die hebben of hadden een, een boeddha beeldje, maar dan ook met een hanenkang. Dat is eigenlijk een beetje, nou ja, dat, zegt, dat beeld zegt misschien alles over die zanger. <laughs> um, ben je uiteindelijk ook daar geweest in de Verenigde Staten? Heb je hem ontmoet? Ja, ik, um, ik ben uh, een groep, zelf een groep gaan starten in, in Nijmegen met, uh, met Frank uh, uit de boek dus als mentor. En uh, nou, dat liep eigenlijk best wel goed. En op een gegeven moment toen, uh, even kijken, toen kwam hij ook een retrait te leiden hier in, in, in Nederland. En daar heb ik aan deelgenomen. We kregen wat contact. En uh, ik ging meedoen aan de uh, facilitatoropleiding daar in, in Amerika. Dan ga ik er wel even heel snel doorheen, maar ja, goed, dat is ook verder prima. En uh, dus de, ik ben daar een aantal keer uh, geweest, een week lang. En um, ja, eigenlijk na het eerste, ik ben vier keer op en neer geweest naar LA en San Francisco. En ik heb ook nog een retraite geleid met uh, mensen daar. Maar helaas is against the stream. Dus, uh, ja, is geen organisatie meer. Nee. Dus dat, dat vond ik heel erg jammer. Want ik, ja, ik had daaraan wel willen doorgroeien. Yeah. En dat, uh, ja. ja, dat is ook een beetje. Ik heb dan wat meer aan, uh, vanuit de zijlijn uh, gezien, zeg maar. Hè? Want ik, ja, ja, ik zag jouw naam ook steeds vaker opduiken. En ook in verband met, nou, hier in Nijmegen, een, een Sangha-retretretrettes uh, die werden aangeboden. Um, wat is daar nou gebeurd in die Against the Stream Sangha? Wat zou je daarover willen delen mm -hmm. vanuit jouw perspectief? Mm -hmm. um... Ja, dat is een ongemakkelijke situatie geworden. En daar wil ik wel iets over delen, want dat heb ik ook al eerder gedaan. Op een manier uh, die niet uh, nog meer lijden toebrengt aan, aan wie dan ook. Maar um, uh, helaas zijn een aantal leraren uh, betrokken geraakt bij gedrag wat eigenlijk, uh, laten we het onethisch noemen. Um, dat is gebeurd bij Frank hier in Nederland, maar ook bij Noah zelf. En um, daardoor. Um, ja, uiteindelijk uh, niet door Frank, maar wel vooral door uh, Noah. Omdat hij natuurlijk, zeg maar, het gezicht was en de oprichter van uh, de hele, uh, uh, ja, hele organisatie. Is, dat is naar buiten gekomen. En ik heb geen mening over of hij nou schuldig is of niet. Want dat, dat weet ik niet. En daar is ook een documentaire over geweest, waarin het bijvoorbeeld weer niet lijkt, maar een heleboel andere dingen zeggen weer van, van wel. En ik weet dat niet. Maar het is gewoon een, een heel. Vervelend verhaal geworden, waardoor op een gegeven moment uh, ja, daar geldschieters zich hebben teruggetrokken. Er waren een aantal pannen die gehuurd werden en, en Against the Stream leefde toch gewoon van uh, donaties, van uh, subsidies en die hielden op te bestaan. Toen is op een gegeven moment ook de organisatie ophouden te, te bestaan. Uh, Frank hier in Nederland was al gestopt ja. en uh, ja, toen was ik een beetje de de persoon zeg maar die die organisatie hier in Nederland vertegenwoordigde en ja de opleiding mijn opleiding stopte ook en ja dat vond ik gewoon uh, ja gewoon heel erg triest ja dat lijkt mij zelfs heftig eigenlijk ja en misschien zelfs traumatisch ja dat is ook een woord natuurlijk ja. maar hoe hoe heb je dat ervaren ja het is wel goed dat je dat zegt want wat is een trauma en tegenwoordig wordt het natuurlijk wel heel vaak het woord trauma in de mond genomen. Maar ik denk, als je dat woord trauma neemt als een hele heftige, of een gebeurtenis die heel heftig ingrijpt in je leven en het leven van anders, anderen, dan is dit zeker wel een trauma geweest. Ik, um, bij mij, wat bij mij, wat mij het meest aanspreekt, of een, is, is, sila binnen de boeddhistische beoefening. En dat is ethiek. En, of ja, hoe gedraag je je nou op zo'n manier, hè? dat je um, zo min mogelijk lijden toebrengt. En, ja aan dat jezelf is, en ook aan een ander. Ja, precies. Ja, ja. En en dat is natuurlijk een heel moeilijke gegeven. Dat dat besef ik ook. En in die zin zijn we allemaal mensen en zoekende en lerend. Maar als het gaat over um, zaken als, kijk, als jij, ik ben de mening toegedaan dat als je een spirituele voorganger bent, om het maar even zo te noemen, met andere woorden, je zit voor een groep, uh, waar dan ook, op wat voor manier dan ook, uh, in welke re religie dan ook. Of, of beoefening. En dan kijken mensen toch naar je op. En dus het is, je moet daar wel goed mee weten om te gaan. En het is natuurlijk heel makkelijk om je te laten beïnvloeden door mensen die jou leuk vinden of sexy vinden of weet ik veel wat ze van je kunnen vinden. En ik snap dat dat heel moeilijk is, maar het, dat mensen die ik um, nogal hoog in mijn achting had en die ook echt uh, voor. Uh, standaards waren van ethisch leven, want dat was heel erg uh, bespreekbaar uh, binnen Arkansas. Ja, ja. 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 Uh, daar werd heel erg open over gesproken, ook bij, bij mij in de sangha, hier in Nijmegen, um, dat, dat dat dan toch, zeg maar, op een of andere manier misgaat. Ja, dat vond ik heel erg heftig om, om, om te beseffen. En ik heb uh, in mijn um, teachers cohort, om het zo maar te zeggen, in Amerika ervaren dat uh, mensen het toch ook wel onder het darm tapijt wilde vegen, zeg, heb ik altijd gezegd. Om, ik, ik was daar gewoon niet klaar mee en ik wilde daar ook met, met mensen over hebben, maar dat is, ja, was heel moeilijk. En uh, hier in Nederland. Um, ja, was het gewoon ook heel gevoelig. Uh, toen de tijd kwam, dat is een paar jaar geleden ook heel veel meer verhalen naar buiten. Zeker, en, ja. ja, en ik, ik merkte dat ik uh, het zelf heel erg lastig vind. Want je moet het er toch over hebben. Want ik kreeg er vragen over. En ik had zelf natuurlijk een sangha die hierbij aangesloten was. Maar ik wilde dat ook niet doen op een manier uh, dat ik mensen nog meer zou kwetsen of andere mensen zou kwetsen. Maar het, ja, ik voelde me wel in een soort van burgggreep. Ja. op een gegeven moment en het, het heeft er ook toe geleid dat ik op een gegeven moment zelf dacht van ik wil mijn plek voor deze groep niet meer want um, straks ben ik zelf aan de beurt met andere woorden ik, ik, ik zat een beetje met uh, samengeknepen billen voor die groep mm. iedere week ik dacht van ja misschien doe ik straks wel iets fout en dan word ik ook aan de schandpaal genageld want ja je weet het niet en maar ook um, ja ik, ik merkte toen ook van ik moet hier zelf echt gewoon iets mee uitknokken ja en dus ik heb zelf overwogen om uh, de hele meditatiebeoefening uh, aan de wilgen te hangen en um, ik heb in ieder geval de groep, uh, uh, ja die is toen gestopt, want niemand anders wilde of kon dat toen overnemen en uh, ik had uh, in die tijd, uh, kregen wij ook ons eerste kind, dus dat was ja. ook heel erg druk hoor, moet ik toegeven, maar dat zorgde er dus ook voor dat ik niet de tijd had om het ook, uh, om de, voor mezelf tijd te geven om dat te verwerken. Ja. Ja. ja en dat gaat denk ik ook over um, nou ja ik denk dat voor, voor velen ook wel uh, een meditatieplek is in principe een plek waar je, ja, waar je veilig zou moeten zijn um, waar je helemaal goed voelt en dat, natuurlijk er komen allerlei dingen op je pad uh, op een meditatiekussentje maar ik kan me ook voorstellen dat het iets doet met je uh, basale gevoel van, van veiligheid, van vertrouwen in mensen die je eigenlijk best wel hoog acht. Ja, ik kan me voorstellen dat het best wel heftig is, eigenlijk, ook in die zin. Ja. Ja, dat klopt. Ik, ik was uh, toevallig vanmorgen even door uh, uh, dingen die ik geschreven heb aan het gaan. En ik heb in uh, 2019 in mei in de Simpsara, uh, blad van de stichting Sim, heb ik een uh, artikel geschreven over de kracht van de sangha. En daarin zeg ik ook dat, uh, en dat klopt ook gewoon natuurlijk, dat toen ik begon met mediteren en een aanraking kwam met mensen die voor een groep stonden, dat ik ontzettend aversief was om hun boodschap aan te nemen, omdat ik echt dacht dat daar een soort van... Uh, guru stond, hè, die dan zat en wij moesten in mijn beleving zo allemaal op kussen zitten op de grond en niemand zei iets en niemand was kritisch. En uh, ja, ik schrijf in dat artikel ho hoezeer ik ook mijn best deed om zo iemand te vergelijken met een zanger van een punkband, het, dat lukte me niet. Moi. Dus ik heb daarin uh, ja, wel veel gepraat met uh, leraren over uh, wat er nou gaande is. Dat heeft ook te maken met mijn eigen ervaring in het leven. Uh, wat ik straks ook zei, ik heb een heftige relatie meegemaakt in mijn leven. waarin uh, mijn partner destijds uh, nogal overheersend was. En uh, ja, dat heeft er bij mij toe geleid dat ik uh, gewoon gevoelig daarvoor ben. Buiten dat ik gewoon zelf ook heel erg. Uh, ik ben niet anti-establishment of, of wat dan ook, of anti-autoritair. maar dat ik wel iemand ben die het gewoon graag zelf doet. Ja, daar zie ik een relatie met de punk. Toch? Ja, ja. ja, precies. Zelf doen, zelf, ja. Ja, zelf uitvinden. Ja. 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 Hey, en um, je hebt uiteindelijk niet je meditatiekussetje aan de wil gegaan, of wel? <laughs> nee, nee ik, moet, uh, ik heb het wel een hele tijd uh, of um, ik vul het in die zin wat meer dynamisch in. Omdat ik merk dat um, uh, nou, ik heb nu ook een tweede kind hebben wij in huis en die is nog niet zo oud en ik merk gewoon dat het voor mij heel erg fijn is om in beweging te zijn, om uh, ook tegenwicht te bieden aan de zorg voor kinderen. Uh, ik moet dus echt letterlijk gewoon even een Jip- en jan taal frisse lucht hebben en gewoon mijn, mijn stress eruit lopen af en toe. Yeah. Dus dan ga ik gewoon wandelen en, uh, ja, met mijn hoofd in de wind. En, en dan ben ik, ja, ik ben eigenlijk de hele dag door heel opmerkzaam, merk ik. Uh, het officiële zitten, ja, dat, dat doe ik nu gewoon echt een stuk minder. Uh, maar ook omdat ik merkte in. Uh, de verwerking van wat er gebeurd was met uh, Against the Stream en zo. Dat ik het ook echt lastig vond om stil te zitten. En op een gegeven moment dacht ik van, uh, ja, dan ga ik het gewoon anders doen. Ja. Want wat heeft het voor nut dat ik mezelf dwing om te gaan zitten? Je kunt dat, de boeddha zei, je kunt in alle vormen, in alle, op alle manieren mediteren. Dus um, ja. toen ben ik dus veel gaan lopen. Mooi. Ja. ja. Gelukkig maar, hè, dat, we, dat het niet per se in die mal hoeft. Nee. Te worden gegoten van zitten, ogen dicht, uh, lang zitten, niet bewegen, <laughs> uh, maar dat het ook een uh, dynamische vorm kan uh, hebben. Ja. Ja. ja, en vooral aandacht hebben voor uh, wat er gebeurt in jou uh, in de zorg voor kinderen. Dat is echt, uh, nou ja, een, een grotere leraar kan je natuurlijk niet hebben. Nee. Want kinderen. Nee. <laughs> zucht <laughs> <zuf> jezelf. <laughs> Want ja, kinderen zijn gewoon je spiegel. En, um, en, en dat, zie ik, dat zie ik dus nu gewoon heel erg gebeuren. En, en ik denk dat dat gewoon, dat is meditatie in actie. En ik denk dat dat ook de grootste waarde is die je gewoon kunt geven aan je eigen leven, maar ook aan het leven van anderen. Ja. Om daar uh, op een um, ja, vaardige manier uh, mee om te gaan. Ja. Ja. want ik merk gewoon, ja, je merkt gewoon heel snel dat door niet slapen of door dat onverwachte dingen gebeuren, dat je, dat je stresslevel gewoon omhoog schiet. Ja. En dat mag natuurlijk, want dat gebeurt gewoon, maar dat je dat wel opmerkt en gewoon ervoor zorgt dat je die stress niet doorvoert uh, in, in hoe je je kind benadert ja. of je partner. Mooi, het, uh, ik moet opeens denken aan een boek van Jack Kornfield, uh, na de verlichting daar af was, ik weet niet of je het ooit hebt gelezen, mm -hmm. maar... Dan beschrijft hij ook van mensen die dan naar Azië gaan, een klooster leven, of bij een of andere goeroe op een berg of in een grot zitten. Dat ze in een soort blis daar aanwezig zijn, maar dan daar gaan, daar gaan ze naar huis. En naar, nou, uh, ja, in. in in dat boek, daar komt ook even naar voren van dat een van die mensen zegt: Van, uh, van al die grote meditatieleraren. Uh, geef ze een hypotheek, een relatie en kinderen. Mm -hmm. En ze staan weer gewoon met beide benen op de grond. En dan begint het pas echt eigenlijk. Hè? Ja. Ja, dat, ja, dat hoor ik jou nu ook, uh, ook zeggen. Ja, ja mooi. Um, wat ook wel jouw, jouw persoonlijke aandacht heeft. en waar je ook wel af en toe zo mee naar buiten uh, uh, treedt, is. Uh, um, nou, dat je ook wel een persoonlijke zoektocht, als ik het zo goed verwoord heb, als het gaat over genderidentiteit. Mm -hmm. Zou je daar iets over willen delen? Uh, ja, dat wil ik natuurlijk wel. Ik heb um, uh, in 2017, dat was zo grappig, want toen was ik dus in San Francisco voor Against the Stream. Toen zat ik daar in mijn Airbnb en ik zat in een groep uh, deelnemers die... Um, uh, Zeg maar qua persoonlijkheden, maar ook qua uh, uh, thema's die daar aan de orde waren, ging het daar heel erg over um, hè, wit en zwart en, en, en uh, white privilege en, en, en discriminatie in Amerika dan? Ja, natuurlijk, overal, maar op dat moment zat ik natuurlijk in Amerika mm -hmm. en ik was de enige Europeaan. En, um, uh, het ging ook over gender. En ik was, even kijken, dat is vier jaar geleden. Ja, ik was toen al midden veertig. En maar ik had eigenlijk nog nooit over van het begrip gender gehoord, wat heel maf is. Um, dus ik ben me daar meer in ga diep gaan verdiepen. En ik lag op een gegeven moment daar op mijn bed uh, gewoon een beetje te chillen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar ik voel me eigenlijk helemaal geen vrouw. En um, zo ben ik dan zeg maar wel bestempeld toen ik geboren werd. Ja. op bepaalde hè, lichamelijke kenmerken. En. Dat was voor mij best wel een, uh, een donderslag bij heldere hemel. Dat weet ik nog precies dat moment. En er gebeurde ook van alles in mijn lichaam en uh, geen moeilijke gevoelens. Wel, ik dacht van, oh ja, dit, dit geeft vrijheid of zo. Maar ja, niet lang daarna dacht ik wel van, ja, maar ja, wat dan wel? En uh, dat wist ik niet. Uh, ik heb dat ook heel lang toch wel een tijd voor mezelf gehouden, of heel lang. Maar ik heb dat wel een tijdje voor mezelf gehouden, om eens te kijken van, wat gebeurt hier nou? Um, ja, ik wist eigenlijk niet waar ik stond. Ik, ik ben toen wel heel erg op, op, op internet gaan googlen. En toen vond ik een enorme hoeveelheid aan uh, uitingen van vooral jongere mensen op YouTube, et cetera, die hier ook over praten. Um, en, en toen kwam ik het begrip non-binair tegen. Dus eigenlijk je geen man of geen vrouw voelend, of allebei. Uh, dat, dat kan verschillend worden ingevuld. Maar ik, ik, ja, ik voelde een beetje geen van beiden. Um, dus op een gegeven moment ben ik wel zo naar buiten getreden natuurlijk eerst thuis en ik had een nieuwe naam bedacht en uh, want ik had wel gewoon een, een vrouwelijke naam om het zo maar te zeggen en die mm. dat vond ik een prima naam maar ik merkte dat ja dat dat paste gewoon niet bij mij mensen zeiden ook wel eens je bent niet hè hoe je heet eigenlijk yeah. en mijn voornaam uh, um, was Barbara en uh, maar heel veel mensen noemden mij daarom al B met de, met de letter B yeah. Uh, maar dat is natuurlijk geen naam, maar toen dacht ik van, nou, misschien kan ik daar een, een naam van maken. En toen kwam ik op de, op de naam B. En um, ik moet zeggen, hij wordt ook gebruikt voor meisjes, maar eigenlijk probeer in, in, in Turks zeg je bij en dat uh, betekent man. En in het uh, Japans betekent uh, ook iets van, van zoon, zevende zoon of zo. En, maar ik vond het wel mooi, omdat het een beetje in het midden hangt. Uh, en het, het raakt gewoon wel aan mijn oude naam. Nou goed, toen kwam ik in uh, begin 2018, heb ik dat op Facebook gezegd. Want dat was een makkelijke manier om dat aan heel veel mensen uh, duidelijk te maken. En, um... en wat zei je dan? Dat je non... Binair. Uh, ja, bijna. nou dat, dat zei ik niet in de eerste instantie. Mm -hmm. Ik zei gewoon, ik heb een nieuwe naam. Ja. En uh, nou, mensen gingen daar eigenlijk heel goed mee om. En ergens ook, volgens mij in dat jaar of zo, toen ben ik geïnterviewd door uh, Bodhi de, ja. op, uh, op internet. Ja. En um, dat ging inderdaad over mijn uh, genderidentiteit. Want ik had op Facebook iets gezegd over een derde gender, de X. En uh, um, ja, toen ging ik daar over hebben en toen heb ik daar dus ook verteld. Nou, ik voel me zo en zo. En ik zit dus in een gendertransitie. Want ik ben aan het zoeken, en ik, ik heb daar ook gesprekken over. En waar ik uitkom, weet ik niet. En um, ik ben dat toen ook gestart in 2018. Uh, ja, dan ga je zo'n hele molen in. En uh, ik was nog voor de enorme wachtlijsten. Want er zijn nu enorme wachtlijsten voor mensen die een ja, zoektocht uh, willen beginnen. En. Um, van soms twee jaar of langer. Maar ik heb dat traject uh, afgerond. En, uh, of ja, eigenlijk is het niet echt afgerond. Want ik heb nog steeds af en toe een gesprek. Maar uh, ik ben ook gestart met het nemen van, uh, van hormonen in een lage dosering. En ja, dat doe ik nog steeds. En uh, dat ja, houdt in dat ik wat meer van het vrouwelijke weg ga. En wat meer naar het mannelijke toe beweeg. Dat is een heel langzaam proces. En um, uh, in de, ik heb mezelf ook... Of ik geef mezelf, laat ik het zo zeggen... Ook echt de tijd om te kijken van... Uh, hoe voel ik mij hierbij en wat gebeurt er allemaal? Ja, um, ja er zijn mensen die, die dit bij zichzelf ontdekken en dan gewoon van A naar B rushen door zo'n uh, traject. En dat is ook allemaal helemaal prima, maar ik zelf ben wat bedachtzamer en um, ja, ik wil gewoon heel graag een soort van, heb je het weer, een soort van controle hebben op. Um, op wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar ja, controle is eigenlijk niet het goede woord... maar dat ik gewoon wel aandacht heb en de tijd heb... om te kijken wat er uh, gebeurt. Ja. Dus um, ja, dat is... Um, ja, best wel... ook best wel een, een ding. Uh, ja, wel met, met, met welke gevoelens... gaat zo'n zoektocht op met, Wat ben je daarin tegengekomen? Um, ja... Uh, euforie. Omdat je denkt van... Hey, dit is gewoon waarom ik, waarom ik altijd het gevoel heb gehad dat ik er niet bij hoor. Um, maar ook gewoon hele zware gevoelens van uh, schaamte of van schuld. Uh, vooral schuld naar wat ik mijn omgeving aandoe. Um, ook gevoelens van, uh, ik, ik weet het gewoon echt niet. En, hmm. en waarom heb ik altijd de shit in mijn leven? Hè? Typische uh, <laughs> vraag van uh, yeah. die we wel eens herkennen, yeah. 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 <laughs> die ook wel ten grondslag ligt aan, uh, aan zelfmedelijden en zo. Maar, of slachtofferschap. Hmm. Maar het is toch wel iets waar je blijkbaar gewoon allemaal doorheen moet. Het is misschien ook wel een soort van rouwproces. Het gaat er eigenlijk over dat je uh, de vorm. Uh, waarin je hebt geleefd voor een hele tijd, ontzettend op zijn grondvesten uh, wankelt. En dan gaat het dus niet alleen over uh, hoe je je eigen lichaam waarneemt in je hoofd, maar ook over uh, de gedragingen die daar zogenaamd bij horen, of hoe jij benaderd wordt in de maatschappij. En eigenlijk de dingen die je maar gewoon accepteert zonder dat je weet uh, dat die er zijn, omdat die gewoon verborgen zitten in hoe mensen met elkaar omgaan op basis van aannames over mannelijkheid, vrouwelijkheid en dat soort dingen. Ja. Yeah. En, en ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat dat jou ook iets heeft gegeven, namelijk een bepaalde bewustwording waar ja, ik en misschien vele luisteraars eigenlijk ons helemaal niet zo bewust van zijn. Zou je daarvan een voorbeeld kunnen noemen waar ik misschien helemaal niet zo bewust van ben, maar waar jij de afgelopen jaren misschien wel veel meer in hebt ontdekt en hebt gezien? Ja. Ik denk ook heel even na, maar wat er als eerste in mij opkomt, is bijvoorbeeld een hele dagelijkse en voor heel veel mensen makkelijk iets. En dat is toiletgang. Ja. Kijk, er is natuurlijk heel veel te doen uh, al een aantal jaar over hè, wat ze genderneutraal noemen of uh, wc's. En heel veel mensen vinden het echt super irritant dat, je, dat ze daarmee bezig moeten zijn. Of voelen zich achtergesteld in hun eigen mannelijkheid of vrouwelijkheid. En uh, prima, want dat is gewoon ieder zijn eigen gevoel. En ik, ik denk dat. Uh, daar mag ook aandacht voor zijn. Het is alleen dat als je zelf bij jezelf merkt: van ik, ik pas daar gewoon niet zo goed bij, is dat een enorme worsteling. En um, ik heb het hier niet over om mensen op een plek te zetten of om tegen mensen te zeggen: zie nou eens dat ik er ook ben. Maar het gaat eigenlijk over dat ik mezelf niet genoeg mag zien van mezelf. En, en daar zit een. Um, uh, mensen zullen mij niet zo ervaren, want ik ben best wel zichtbaar en ik lijkt mijn leven eigenlijk best wel oké okay. en ik heb een bedrijf wat loopt en ik heb een gezin en dit dus ze zien het niet maar het gaat over het gevoel in jezelf dat je toch een gevoel van er niet bij horen hebt en uh, ik heb lang genoeg aan mezelf gewerkt om te ontdekken dat dat niet komt doordat ik uh, ja dat ik last heb van andere dingen uh, dat ik bijvoorbeeld een, een psychische ziekte heb. Of oh. trouwens, ja, dan kunnen mensen zich nog thuis bij zichzelf voelen. Dus laten, laten we dat even duidelijk hebben. Maar um, zo ging dat dan voor mij. Ik heb onderzoeken laten doen of er iets mis met mij was. Maar er is allemaal niks uitgekomen. En, um, maar dat, ik denk dat het in de, je zegt het goed dat het een zoektocht is. En dat maakt het leven gewoon zwaar. Ja. Dat je gewoon, ja. ik vind het heel moeilijk om te zijn. En nou kan ik zelf uh, me voordoen als een enorme goede boeddhist. Maar het aan mezelf toegeven dat ik het moeilijk vind om te zijn. In de aard, in je identiteit. In een heel bazaal iets waarvan je eigenlijk niet weet dat het dat is. Ja. Dat is een enorme worsteling. En als je dus iedere dag moet kijken van ah, naar welke toilet ga ik nou? Ga ik naar de vrouwentoilet? Naar de mannentoilet? Is er een genderneutraal toilet? En als ik naar de mannentoilet ga, word ik dan raar aangekeken. Uh, als ik naar de vrouwentoilet ga... Zitten mensen dan ook te kijken, vinden ze mijn zeikert als ik naar genderneutraal toilet ja. ga, weet je wat, dat, Dan ben je zoveel bezig met alleen maar naar een wc gaan, bijvoorbeeld. Dat is, uh, ja, dat maakt het zwaar. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ook heel veel, heel veel energie kost. Ja. Ja over nadenken. Ja. Nou, het kost veel energie, maar het kost ook uh, omdat je zelf aan het worstelen bent, maakt dat je toch ook wel een kwetsbaar. En dat wil je natuurlijk niet laten zien, want je wil gewoon stevig in je schoen staan. Maar dat zorgt er ook wel voor dat je wat um, voor je gevoel wat uh, makkelijkere prooi bent voor mensen die gewoon daar minder begrip voor hebben. Dus je bent, ja of nee, je, ik laat ik ze bij mezelf houden. Ik ben wat meer geneigd om me wat terug te trekken of me wat terughouden op te stellen, omdat ik denk van dan krijg ik. Geen gezeur. Maar daarmee houd je jezelf dus ook onbedoeld in een kast. He, om toch maar even die uitdrukking te gebruiken. En dat, dat uh, je houdt jezelf dus heel erg in. Dus dat, dat, dat zorgt er ook voor dat je uh, ja, niet in vrijheid kunt leven. Terwijl dat eigenlijk mijn grootste kernwaarde is: vrijheid. Nou, eigenlijk ook een, en eigenlijk ook een kernwaarde, een kernwaarde zou moeten zijn van onze samenleving. Ja, ja, samenleving eigenlijk ook van de hele wereld. Yeah. Ja. En kijk, als je het dan ook hebt over... Want eigenlijk, ik, ik heb natuurlijk ook... Laat, laten we daarvan... Uh, laat dat duidelijk zijn. Ik heb ook omdat ik hier leef. En omdat ik een bepaalde huidskleur heb en zo. Heb ik ook weer voordelen die iemand anders niet heeft. In de wereld. Of ook in Nederland niet. Dus dat is ook nog eens heel... Uh, ja, het maakt het allemaal gewoon heel, heel gevoelig. En. Um, Heden ten dagen is er gewoon heel veel aandacht voor uh, hè, wat er bij iedereen leeft. En dat, dat, in die zin vind ik dat lastig. Dat ik denk van ja, dat als ik redeneer vanuit mijn boeddhistische uh, perspectief, dan zou ik zeggen: van uh, uh, iedereen verdient uh, uh, vriendelijkheid en uh, compassie voor elkaar en voor zichzelf. En, maar dat is denk ik nog steeds mijn basisinstelling. Maar het wordt tegenwoordig wel gelaagder. Hè? Het wordt, wordt lastiger als je dat zegt. Je kunt niet zomaar meer zeggen van iedereen is gelijk, vind ik. Ja, dat mag je wel als basiswaarde hebben, maar dat is het niet. En sommige mensen vinden dat het ook heel lastig om te horen, want die zeggen dan ook van ja, maar niet iedereen is gelijk. Nee, dat klopt. Maar als mens uh, hoe ik in het leven sta en hoe het voor mij voelt, en ik merk het ook nu letterlijk in mijn lijf, dat dat me gewoon raakt. Dat ik vind dat dat ik vind dat Ieder mens gelijk is, maar ik erken wel dat dat in de realiteit niet zo is. Niet ieder mens wordt gelijk behandeld, nee. Nee. en ik ook niet uh, op een bepaalde vlakken. En um, uh, maar ja, ik probeer ondanks dat ik dat lastig vind, probeer ik. Probeer er steeds meer gewoon echt scheid aan te hebben, ja. omdat ik ook denk van, ik um, in die zin is zo'n. Um, Proces, misschien wel de grootste uh, tocht die je voor jezelf kunt maken. Omdat tot een tijdje geleden vond ik het toch wel fijn om succesvol te zijn in mijn werk. En um, omdat daar voor mij ook iets zat van: hé, hey, dan ben ik ook succesvol voor mijn gezin. Ik breng geld in het laadje. Ik ben lekker bezig. Zo ben, zo ben ik ook opgevoed. Hè. Je moet wel nuttig zijn. En uh, nu denk ik, 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 ben, ik ben eigenlijk zo bezig geweest met het. Um, bezig zijn voor andere mensen. En mijn eigen bedrijf ook is helemaal gericht op, op andere mensen tot hun recht en kracht te laten komen. Ja, cool. Dat ik nu eigenlijk denk, mijn grootste opdracht is volgens mij tot mijn recht laten komen van mijzelf. Ja, um, ja zoals ik net al zei, ik ben, ik ben nu 48 en de meeste mensen schatten mij niet zo oud, maar dat heeft er misschien ook mee te maken. Kijk, even heel sec gezegd, over anderhalf jaar ben ik 50. Hoe lang heb je nog? Hmm. En dus ik denk dat het ook mijn plicht is om, om dit gewoon nu te doen voor mijzelf en voor mijn kinderen. Ja. ja. En door er nu over te praten, wat ik, wat ik ook heel moedig vind, um, ja, neem je anderen eigenlijk ook wel mee in je zoektocht. En dat het ook mag en kan. En dat het ook oké okay is, toch? Ja. 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 Dus het is dus eigenlijk ook een gift, zeg maar, naar... Nou, misschien wel luisteraars die hier dus nu naar luisteren en daar hier uh, iets in herkennen. Of misschien er niet iets in herkennen, maar wel ja dat we al, ook als mens mee kunnen resoneren met jouw verhaal. Ja, precies. Ik denk, denk ook dat um, iedereen heeft zijn eigen ding om uitknokken in het leven. Ook als je hier weerstand tegen voelt, dat mag. Maar ik denk wel dat we gewoon een... een um dat je als luisteraar uh, misschien wel kunt voelen dat het een soort van uh, algemene menselijke ja, worsteling is die je in het leven hebt. Om, en iedereen heeft daar zijn eigen thema's in. En, uh, zo doen. en dat is ook denk ik waarom ik bedoel van iedereen is gelijk. Dat ik dat volledig erken en omarm in mijn leven. Dat mijn shit uh, is ook andermans shit. Maar dan in een andere vorm of met ja. een andere naam. En uh, nou ja, dat is ja. Dat is gewoon de Boeddha, toch? Ja, ja zeker. De Dharma bedoel ja, ik eigenlijk. Ik merk dat ik daar ook wel in geïnteresseerd ben. Uh, op welke manier heeft meditatie en het boeddhistische gedachtegoed uh, je ondersteund in, en ondersteunt nog steeds misschien uh, in deze zoektocht? Of is het juist zo dat je misschien ook wel dingen hebt uh, die. Uh, ja, die juist niet zo behulpzaam zijn. Mm -hmm. dat, dat zou kunnen, hè? Dus ik wil daarmee niet. Als ik de vraag stel, dan hoor ik mezelf al stellen dat het een bepaalde kant op gaat. Namelijk op welke manier heeft de meditatie en het boeddhisme. hebben dit proces ondersteund? Maar misschien zijn ze maar niet ondersteund geweest. Nee, maakt me niet uit hoe je het stelt. Want ik kan natuurlijk op allerlei manieren uh, antwoord geven. Dus dat is verder prima. Um, nou, laten we beginnen bij dat het mij ondersteund heeft. Want anders zat ik hier denk ik niet. Um, ik, ik denk dat het bij mij toch heel veel uh, overeenkomsten heeft met punk, rock, dat, het, dat ik gewoon mezelf mag zijn. Dat is de boodschap die ik heb opgepikt uh, vanuit het boeddhisme of vanuit de Boeddha. Uh, ik heb in dat uh, interview uh, waar ik het er straks over had ook wel gezegd dat ik de, de Boeddha ook uh, als, als eigenlijk een genderneutraal iemand zag, zeker toen hij zijn verlichtingen had bereikt. Omdat daar kwam, daar, daar, daar ging het niet meer over hokjes of over. Uh, dan gaat het eigenlijk meer over de capaciteit van iedereen om uh, zichzelf te bevrijden. Ja. En natuurlijk leefde hij in een andere tijd en natuurlijk werden anders omgegaan met mannen en vrouwen. Maar als het even gaat over uh, wat deze persoon voorstaat. En misschien zie ik hem eigenlijk wel niet eens als persoon, maar meer als energie. Zo ervaar ik het eigenlijk meer. Um, omdat ik ook heel erg lastig vind om, om een connectie te hebben met iemand die zo lang geleden leefde. Ja. Ja. Dus, uh, maar goed. Um, dus dat is voor mij, het heeft mij geopend op zo'n manier dat ik dacht van, maar ik ben de enige die verantwoordelijk is voor mijn eigen uh, geluk, voor mijn eigen vrijheid. En um, hmm. dat zorgde er ook voor dat ik makkelijker kon omgaan met degene die ik eerder de schuld gaf voor lijden in mijn leven. Um, gewoon in mijn hele leven tot dan toe, zeg maar. Um, wat ik wel lastig vind of lastiger ben beginnen te vinden, zeker doordat uh, Against the Stream nu niet meer bestaat, is dat ik um, een beetje weg begin te gaan van uh, dat ik dingen van andere mensen moet, uh, wil aannemen. Hè? Dus ik, ik ben eigenlijk wel meer terug naar uh, de beoefening voor mijzelf. Ehm. Um waarbij ik ook gewoon eigenlijk aan, aan het beoefenen ben en ook niet meer zoveel lees op dit moment en uh, omdat ik denk ja dan ben ik toch aan het aan het lezen wat iemand anders zijn of haar of, of diens interpretatie is van de dharma en dat is natuurlijk heel erg mooi en inspirerend maar op dit moment uh, vind ik dat ook te veel leidend hm. dus ik 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 vind het wel prettig om met mensen te praten en uit te wisselen wat ik ook bijvoorbeeld in deze genderzoektocht heb gedaan omdat Um. Uh, ik wel moeite had met... Um, uh, ja, hoe ga je ook om met je, met je lichaam? Hè? Want in de in, inzichtsmeditatie gaat het ook over... Ja, wat is nou eigenlijk belangrijk? ja Is je lichaam belangrijk? ja is eigenlijk net zo min belangrijk als je gedachten. Maar goed, je hebt het wel. En je loopt ermee door de wereld. Dus op een gegeven moment dacht ik ook... Van, ja, misschien, misschien moet ik heel erg bezig zijn met proberen... Om de gehechtheid aan mijn lichaam los te laten... En dan maakt het niet uit hoe ik me voel en dan beweeg ik me als persoon door de wereld. Maar dat, dat proces, dat, is, dat, uh, dat, dat ja, was eigenlijk een no-go. Ja. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, dat begrijp ik wel. En, en um, wat bij mij een beetje leeft, waarvan ik me zou kunnen voorstellen van ja, dat hele leefzaal van de boeddha, dat, 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 dat gaat misschien uiteindelijk niet zozeer over identiteit van wie ben ik, maar wat ben ik? Hm. Ik kan me ook voorstellen dat je daar. dat het. dat het. nou, dat er een soort fase is. en misschien wel een hele lange. of een levensfase. dat zou kunnen. dat dat wel een hele. relevante vraag is. Ja, dus. wie ben ik. Eh, in deze wereld. Uh, wat is mijn identiteit. dat de Boeddha zo. ja, ook na zijn ontwaken. eigenlijk eruit. Uh, ja, wat meer naar voren komt van. Uh, dat er eigenlijk helemaal geen. Ik is, maar meer mm -hmm. een soort samenbundeling van kandas, hè? van, van groepen, processen. Hoe kijk jij daarnaar? Want ik kan me voorstellen, mm -hmm. dat, ja, dat dat wat lastiger is om daar zo in mee te resoneren. Ja, precies. Dat is dus precies ook wat ik bedoel. Ja, ik, ja, ja, ja. ja aan de een kant uh, omarm ik dat volledig. Want ik denk ook gewoon dat dat gewoon zo is. Dat je een verzameling bent van uh, sensaties en processen. En, en... Maar aan de andere kant, je, je hebt wel. Je hebt wel een bepaalde maat van zelf nodig om je door de wereld te, te bewegen. En zeker mensen zoals wij, want wij zijn geen uh, super boeddha's, om het zo te zeggen. En, uh, ik denk, ik ben eigenlijk onlangs pas achtergekomen dat identiteit is dus, uh, nou dat, dat vond ik van tevoren al, identiteit is wel heel belangrijk, want het is ook een soort houvast. Je kunt pas uh, iets loslaten als, als je weet hoe het voor jou zit. Uh, net zoals bijvoorbeeld in het, in het herstel van, van dat trauma eerder van die relatie. Um, ik was mezelf helemaal kwijt, want ik, ik was gewoon eigenlijk helemaal opgegaan in een, in een ander destijds, in een partner. En um, ik moest mezelf weer opnieuw uh, leren kennen om te weten wat, ik, wat, ik, wat er eigenlijk bij mij hoorde of niet. En dat verandert natuurlijk ook je hele leven. Ja. Maar de, de bepaalde kernwaarden blijven natuurlijk bij jou. En, en hoe uh, krijgen die vorm op dat moment in je leven? Um, toen leek het net alsof ik in. Uh, Alsof ik een soort van puber was. Um, net zoals nu ook weer. Van dat je aan het zoeken bent van. Maar wat vind ik eigenlijk van dingen? En. Um, toen had ik een soort van stellage van mezelf gevormd. Van oké, okay, dit, dit ben ik. En toen dacht ik, ja, maar dit, dit vind ik eigenlijk niks. Dus dat kan ik loslaten. Deze gedraging. Of deze, dit oud patroon. En nu denk ik. Um, waar ik dus onlangs ben achtergekomen aangaande dit. Is dat. Het voor mensen heel veel. Heel veel mensen gewoon normaal is om te beseffen, of eigenlijk niet te beseffen, dat ze bijvoorbeeld een man zijn of een vrouw zijn, laten we het even heel binair uh, zo neerzetten. Um, dus dan hoef je daar ook niet mee bezig te zijn. Dan ben je wel bezig met dingen van oké, okay, dit moet een man doen of dit moet een vrouw doen. En nou, dat is al een worsteling genoeg, natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. Maar uh, bij mij is het meer. Ik vind uh, vrouwelijkheid en vrouw zijn vind ik prachtig. En, um, maar het gaat over. Hoe kan ik mij zo vrij mogelijk door het leven bewegen? En in een vrouwelijke hoedanigheid uh, kan ik niet mezelf zijn. En in een mannelijke hoedanigheid, in hoeverre je dat mannen kunt noemen, zeg maar hè, uh, uh, wel. En uh, dan is er een soort van gemak, uh, een niet wat minder nadenken. En dat heeft niet te maken voor mij met dat mannen dat, hè, uh, want dat is weer een heel ander ding, uh, dat mannen meer privilege hebben en dat soort dingen daar zou je ook nog over kunnen discussiëren, maar daar gaat het voor mij niet om, want dat merk ik gewoon totaal niet op dit moment in mijn leven. Um, maar dat het gewoon intern rustig voelt. Ja. En ik, heb, ik weet niet zo goed uh, waardoor dat. Ik denk dat het een samenspel is van ook dingen in je hersenen, neuronen en ja. toch, ja, misschien ook wel een energetisch iets wat wat erbij hoort of zo, ja. zonder zeg maar heel spiritueel te worden, maar ja, op een gegeven moment moet je toch wel gaan bedenken van hoe dat uh, allemaal voor je zit. Ja. Dus, dat is ook zo'n uh, zo, zo uitspraak hè? van eerst moet je iemand zijn voordat je een niemand kan ja, worden. Ja, ja. Hè? Dus uh, ja, dat hoor ik je eigenlijk ook wel zeggen. Ja, en als je niet weet uh, wie je bent tussen Alex ik, want een heel groot deel heb ik dat natuurlijk ook wel, maar um, dan durf je dat ook niet los te laten. Want nee. dan heb je helemaal geen grond meer. Nee. En die grond heb ik ja, die heb ik gewoon elkaar nodig. Ja. Ik pauze jij even. Zo, uh, mooi om zo naar je te luisteren. En... Um, ja, ik vind, wat ik gewoon heel erg mooi vind... is dat je dat zo... Uh, ja, openlijk uh, deelt. En, en dat je ons daar ook in meeneemt. Um, ja, is er voor jou voor nog iets... wat nog niet is benoemd? Of wat je nog zou willen delen? Denk ik van, ja, dat is ook belangrijk of... gewoon fijn om te... Benommen. Nou, wat ik, waar ik wel zeg maar een beetje mee heb geworsteld in um, qua boeddhistische insteek, om het zo maar te zeggen, is en, en het dagelijks leven is um, um, hoe je spreekt over dingen, hè? het juiste spreken of het juiste spreken. En uh, alles waar we het nu over hebben, uh, valt daaronder. Want, want hoe praat je over dingen die gebeurd zijn? In je eigen leven, in de levens van anderen? Of uh, hoe praat je over anderen op zo'n manier dat dat, uh, ja, wat ik eerder ook al zei, dat je andere mensen niet meer lijden toebrengt? Of dat je um, een luisteraar, die wij van spreken van niets weet, uh, uh, lijden toebrengt, omdat, nou, puntje, 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 vul maar in. En dat, dat is voor mij een. een uh, ja, een moeilijkheid, omdat ik mezelf hier ook wel de afgelopen jaren mee, een beetje mee de mond heb gesnoerd, denk ik. Dus ik heb wel echt moeten, moeten zoeken naar hoe je je recht doet aan jezelf uh, in dit spreken en, en recht doet aan de ander. Uh, zeker als het ook gaat over grote thema's in het leven, hè, zoals een, een leraarschap, uh, een sangha, uh, dingen die gebeuren. Uh, uh, je eigen identiteit, je eigen zoektocht. En ik heb ook heel lang toch wel gevoeld dat. Um, en dus in die zin merk ik dat ik het ook prettig vind om daar nu zo ook wel over te praten. Maar uh, op een manier zoals ik dat prettig vind: dat je jezelf ook uh, iets oplegt. Ja. En, en, en uh, om te, op een bepaalde manier uh, niet helemaal open te zijn. Omdat ik ook denk: van tegenwoordig is er gewoon heel veel op internet. En mensen vinden. Heel veel en wordt er ook heel veel gezegd. En dat vond ik heel erg spannend om mezelf toch te laten zien. Eh, op wat voor manier dan ook, met welke mening dan ook. Uh, zonder dat je even keihard gezegd afgemaakt wordt. Ja. En uh, zeker nu ik ook kinderen heb um, die gewoon, uh, gewoon jong zijn. Uh, je, wilt, uh, je wilt heel geen kwaad doen. Ja, dat, weet je, dat gebeurt toch. En mensen. Ik ben ook al vindbaar op internet natuurlijk. En, maar dat zijn wel allemaal dingen waar ik gewoon zelf achter sta. Maar je, weet, je hebt gewoon geen grip op hoe mensen met dingen omgaan. En daarom merk ik ook van als ik een dialoog aanga uh, met jou, nu bijvoorbeeld, of met andere mensen, dat ik dat heel zorgvuldig probeer te doen. Uh, maar dat, dat, dat ik dus eigenlijk gewoon niet meer op zo'n manier wil doen dat ik mezelf gewoon niet uh, uh, tot mijn recht laat komen. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, ik was even aan het zoeken wat we... Ja, het <laughs> ja. ja. is ook wel een stem van vriendelijkheid, nee zo. Ja, ja die, dat, ah. uh, dat, die, dat, daar kan ik nog wel in oefenen hoor. Ja, <laughs> ja. 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 Hm. ja. Om het daadwerkelijk in praktijk te brengen, zeg maar. Ja. Dat doe ik op heel veel manieren wel, maar op, deze, dat, ja, op dit gebied is dat uh, ja, een uitdaging. Ja. Nou, heel veel dank, uh, B, voor het, uh, het delen. Van, uh, en dat we zo wat op jou, ja, mee kunnen reizen op jouw uh, zoektocht. Uh, persoonlijk hoop ik uh, jou gewoon weer wat vaker uh, te zien. Uh, daarmee, dat is, geen, dat is geen opdracht aan jou, ook geen stille hint of zo. Maar uh, ik vind het mooi als het meditatielandschap uh, divers is. En voor mij, um, ja, voeg jij ook op dat uh, vlak voeg je iets toe. Dus ik, ik uh, vind eigenlijk dat uh, Dharma Nederland dat ook wel uh, uh, zeker zou kunnen gebruiken. Um, ik wil het, uh, het ene laatste woord aan jou geven. Is er nog iets wat je zou willen, willen benoemen? Je website, misschien in, ja, andere inspiratie? Waar je vandaan haalt, voel je vrij om zo even het, het podium te pakken als een oude punker. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja, ja ik heb er ook even over nagedacht. Ik heb, ja, natuurlijk uh, kunnen mensen mijn eigen web website heb ik eigenlijk een beetje veranderd. Want uh, uh, tijdens corona ben ik erachter gekomen dat ik uh, gewoon uh, eigenlijk iets wilde gaan doen wat ik al heel lang wilde en dat gaan schrijven. Dat ze hem, eigenlijk ik wilde vroeger al schrijver worden. Maar ik ben dus nu met schrijfcursussen aan het doen. En ik, ik uh, maak zo wat dingen. En ik plaats die op mijn website, bhagebeek.nl. Maar daarin komt mijn uh, persoon ook naar voren. En uh, mijn leven. En uh, waar, ja, wat er bij mij gebeurt. Ik ben daarin nog wel een beetje zoekende. Maar ik geef mezelf gewoon de vrijheid om. Uh, om de, dat is gewoon, ik heb daar gewoon rollen. En verder. Um, ja, ik vind heel veel dingen inspirerend. Maar. Um, ik, ik, ja, ik heb niet echt, echt uh, specifieke voorbeelden nu. Um, omdat ik word gewoon, ik ben een gevoelig mens, dus ik, dingen weten mij sn snel te raken. Maar ik denk als uh, iets mij raakt, dan gaat het eigenlijk altijd over. Um, um, hoe zou ik dat nou even zeggen? Dat iemand tot zijn recht komt in muziek of uh, in een documentaire of een film, of dat er eigenlijk een beweging in iemand plaatsvindt. Het kan zijn dat iemand heel veel gedoe in zijn leven heeft. Of heel veel zit. En, en, maar dat iemand op een gegeven moment zegt van: hé, hey, maar ik ben er nog wel. En, en ik ga nu eens kijken van uh, wie ik ben. En uh, ja, wat ik kan gaan doen. Dat raakt mij gewoon. Ja. En, en dat wens ik eigenlijk iedereen toe. Dat hij uh, die beweging kan uh, mag maken. Nou, dat, ik vind dit een mooie afsluiting. Uh, nou, nogmaals dank. Gaaf. Dank ook uh, de luisteraars voor het luisteren. Wil je wat meer weten ook over het aanbod van FertiNOW, uh, van bezoek dan uh, de website FertiNOW.nl. Uh, het is mogelijk ook om het werk van FertiNOW te ondersteunen met een uh, lidmaatschap. En je krijgt dan ook toegang tot uh, honderden meditaties en lezingen en ook nog een keer korting op live cursussen en uh, verdiepingsreeksen. Van harte welkom!